Huiseigenaren die hun huis energiezuiniger willen maken, kunnen vanaf nu gebruik maken van blief.nl. Huiseigenaren kunnen hiermee snel inschatten hoe zij hun huis meer energiezuinig kunnen maken. Blief is een onafhankelijk initiatief dat wordt ondersteund door 15 Utrechtse gemeenten en past in het streven van Woerden om in 2030 een klimaatneutrale gemeente te zijn. Vanaf maandag 29 juni tot en met 18 september laten de gemeente beschroeien en fietsvoetgangersbruggen schoonmaken. Tijdens deze werkzaamheden kan het voorkomen dat een brug gedeeltelijk of een korte periode geheel is afgesloten. Bij gehele afsluitingen wordt een omleidingsroute aangegeven. Als een brug gedeeltelijk is afgesloten, moeten passanten soms even wachten. De kastanjebomen rondom het exercitieveld hebben de kastanjebloedingsziekte. Wageningen University is bezig met een onderzoek naar de behandeling van deze ziekte. Om zoveel mogelijk bomen te behouden, wil de gemeente graag in aanmerking komen voor deze behandeling. Of dit mogelijk is, moet blijken uit een onderzoek. De resultaten hiervan worden na de zomer verwacht. Nu het broedseizoen afgelopen is, gaat aannemer GroEPA vanaf 29 juni weer aan de slag met het snoeien van bomen in Woerden en Harmelen. De verwachting is dat de aannemer medio september het grootste deel van de geplande snoeiwerkzaamheden afgerond heeft. De werkzaamheden leveren weinig tot geen overlast op voor inwoners. Wegafsluitingen zijn niet te verwachten. Op zondag 28 juni hebben 13.000 fietsers aan de start gestaan van de zogenaamde Tourversie van Utrecht. Een verkenning van de Tour de France route. De fietsers sprongen in Utrecht op het zadel voor vier verschillende afstanden: 35, 75, 110 en 150 kilometer. Om de veiligheid te waarborgen, werden verschillende wegen afgesloten.